Ik ben Christian Johan Frans Boonstra. En dit is mijn presentatie over het juiste balijke vrouw mij de hoen in de nacht en alles wat erna gebeurde. Ik heb een autisme spectrumstoornis. Ofwel, ik ben autist. Maar dat wordt dat we het echt broekt voor mensen die het net dogen willen. Een skeld wordt. Voor mensen die het net bijjeren willen. Maar dat wil ik nou correct heel graag. Ik wil heel graag dogen. Ik word er heel graag bijjeren. Maar ik ken dat gewoon net. Net zo goed als orenmeesken. Dan word ik gewoon hetzelfde als Elsenien. Aan het begin van de vaststelling. Jou voor Christian het wordt. En lijkt het correct dat Christian het Iepelofspul, Jarvet of het toneel van het Iepelofspul krijgt om een soort college te gaan, een soort DVD college. En hij vertelt over zijn autisme spectrumstoornis. En mooi dat, of in dat college, neemt er u stadig mooi in zijn verhaal wat er mooi maken had op de dag dat hij een hoen vond in de tuin van buurvrouw Skaaf. Er lag een hoen in het gers in de fratuin van Wolfram Skaaf. Nee, Bijke. Nee, Bijke. Wat hast nou verdomme met mijn hoen dien? De hoen, wie deer? Bij mijn hoen wij. De hoen is van Wolfram Skaaf. Zij is een vriendin van huis. Ze wendt aan de orenkant van de strijd de twee huizen naar links in een hoekhuis. Ze zal dit hier leven. Oprotten! Bij mijn hoenboy! Jonge man, kun je mij vertellen wat je aan de hand is? Net liegen. Ik lieg nooit. Ja. Uw mem zegt dat komt doordat ik een goed meisje ben, maar je kan gewoon net liegen, dat is het. En wat doest u hier op dit stuit in de tuin? Op dit stuit praat ik met jou. Ja, oké, maar wat diest u daarvoor al in deze tuin? De hoenvest horen. En wat is dat? Dat is een heervarken. Van waar is die heervarken? Nou, van waar die heervarken is. Waarom hast u de hoen vermoorden? Nee. En net liegen. Ik had de hoen net vermoorden, Pliesje. Ik lieg nooit. Op verdomme. Ik lieg nooit. Wat is dit? Hij flipt hier op. Verdomme, kom op. Dan ben je een beer. Stil dan. Nou, shit op. Ik. Dat is heel erg aardig om Sjent te litten. Gewoon in de holle van zijn jongen te komen, een bietje komen te kennen, waardoor wij meer inzicht hebben in hoe het iemand denkt, of in ieder geval denken ken. En ik denk dat al heel erg helpt om soms mensen te begrijpen. Is dit een boesmes? Ja, dat is een boesmes met tredjefuncties. Wat zit er verder in die boesem? Een stukje touw, een puzzel, stukje treikel, als rottenvoer, 1,44 euro besteden uit een euromunt, munt van 20 cent, waar munt van 10 zet en 1 van 5, een reden paperclip en de kaai van de vader. Christian. Ik ben bang dat mijn skofke net zijn zesde. Waarom net? Mijn leidt in het ziekenhuis. Kunnen we naar de tuin? Nee. Waarom net? Ze moet uit reizen. Dus het is een reisdoers? Nee, ze had tijd nodig om daar zelf te komen. Een psychiatrisch ziekenhuis? Nee, Christian, het is een gewoon ziekenhuis. Hè? Ze had een probleem. Gewoon ziekenhuis. Wat voor probleem? Het probleem hij er had. Wij moeten haar eten brengen. Ja, ik zal haar eten brengen. Ja. Nee, hij kan niet onder het eten zieren. Hartje, Christian. Ik haal je voorverpakt eten met de poes. Dat vindt ze lekker. Ja, jongen? Ja. Heid. Ja, jong. Wil hij echt nog een kaart van mij bij mem brengen? Doe ik, jong. Een soort mensen denken bij autisten altijd dat het onwil is. Dus van, ja, maar doe nou gewoon even normaal je. Maar dat is wat je als autist, denk ik, wat ik heel graag wil. Je wil heel graag normaal functioneren kennen. Je wil heel graag mooi dwaan kennen. Je wil heel graag ik gewoon lekker in de trein zitten en even die afsluiten. Maar de boodschap, als het puur dat autistische deal heeft, is denk ik ook dat die wilde wil is. Maar dat het net slagen, dat het net lukt.